Cultuuragenda. Cultuuragenda. Met Reinier Eggen. RTV Parkstad. Goedenavond. Een hele goede avond. Stel je eens even kort voor. Dankjewel. Mijn naam is Tim Venders. Ik woon in Kerkrade, geboren en getogen in Kerkrade eigenlijk. 36 jaar oud. En vanavond hier in de studio. Oh, hij legt zijn hele cv op tafel. 36 jaar oud, zegt hij. En we gaan het vanavond wel over een stuk cultuur hebben, hoor. Echt een stuk cultuur. En dan denk je meteen, oh, cultuur, dan hak ik af. Nou, mooi niet. Want het is wel eigenlijk wel iets feestelijks. Niet zozeer in de vorm van feestelijk, maar... Ja, zeg maar, de lente heeft zich gemeld. En dat is een van de allereerste items... die de hele zomer door je verder overal kan tegenkomen. Maar dat is altijd de allereerste. En waar gaan we het zo meteen over hebben, Tim? We gaan het over de Terwinseler Straatmarkt hebben. En wel, de 47e editie van de Terwinseler Straatmarkt. Tim, niet meer weg te denken in Terwinselen, die straatmarkt. Hoe is het allemaal begonnen? Nee, ja, inderdaad, de straatmarkt niet meer weg te denken uit het straatbeeld, denk ik, één keer per jaar. Vorig jaar, 1974, is het ooit begonnen. Maurice Buck heeft toen... het idee gehad om de straatmarkt op te richten. Dat heeft hij samen gedaan met Ger Manderveld en Karel Reinders. Mm-hmm. En zo is dat eigenlijk heel klein begonnen. Met een aantal kraampjes en wat om wat dingetjes te kopen. In het begin was het natuurlijk redelijk klein. Hè? Maar door de jaren heen, dit is uitgegroeid tot een mega plaats van stands, straten, noem maar op, hè. Ja, precies. Ja. Je ziet dat bij veel van festivals of markten of weet ik wat. Dat begint allemaal heel erg klein. En als het publiek het leuk vindt en je geeft er ook genoeg aandacht aan, dan wordt dat steeds groter. En ja, uiteraard voor de verkopers, als er geld te verdienen valt, dan zijn die er natuurlijk ook ieder jaar. Ja, en ik denk dat de gouden greep is, dit is altijd de allereerste straatmarkt. Hè? Nog voor de hemelvaart. Straatmarkt van Hoensbroek, volgens mij. Hè? Ja, klopt inderdaad. Het is de allereerste straatmarkt. Ja. De allereerste straatmarkt van het jaar. Ja, dan heb je natuurlijk die standhouders, die willen graag. Maar er was oorspronkelijk in het verleden ook eigenlijk een beetje een eis neergelegd, hè? Van wat voor type marktkooplui er naartoe mochten komen. Hè? Ja, oorspronkelijk is dat natuurlijk ontstaan vanuit de oude ambachten. Denk aan houtbewerkers, metaalbewerkers, mensen die zelf kaarsen maken. Daar is het eigenlijk mee begonnen. En dat was een belangrijk onderdeel van de Terwinseler Straatmarkt. En dat was ook een onderdeel waardoor we veel conditie hadden. Ja, hier staat, ik heb me een beetje voorbereid natuurlijk. In de loop der jaren werd het een grote acht... terwijl het in het begin alleen maar rond de kerk en de botanische tuin was in Terwinselen. Ja, een grote acht. Als je van vooraf aan begint, nou, dan heb je wel even wat te lopen, hè? Ja, je kunt blijven lopen natuurlijk als je in een acht loopt. Dan ben je nooit uitgelopen. Nee, je pakt eerst de rechterkant en dan loop je die helemaal af en dan maak je die lus en dan pak je de linkerkant. Want het is gewoon fantastisch hoeveel dat daar geboden wordt. We zoomen er dadelijk nog dieper op in. De Terwinseler Straatmarkt op 14 mei aanstaande daar in Terwinselen. En voor de mensen die niet weten waar Terwinselen ligt... aan de rand van Kerkrade-West. Zeg maar tegen Heerlen aan zo ongeveer. Hè? De Schaarsbergerstraat, daar begint eigenlijk Terwinselen. En het kan niet missen, je loopt gewoon richting de kerk... en dan vind je het van alleen. Hè? Wat is eigenlijk jouw functie binnen de straatmarkt gebeuren? Mijn functie is het stukje horeca te regelen. Maar dat ligt jou wel, hè? Dat kun je aan mij overlaten, ja. Ja, vertel verder. Nee, ja, het is zo dat eigenlijk 2 jaar voor corona... heeft altijd Chef Jonge heeft dat gedaan. Chef Jonge is natuurlijk ook wel wat ouder. En vanuit het bestuur
Dres Hanze die heeft mij toen gevraagd... Tim, is dat niks voor jou met jouw horeca-achtergrond... om iets te gaan betekenen voor de Terwinseler Straatmarkt? Ja, precies. Gouden greep, vind ik. En alvast complimenten. Maar nou pak ik al een tipje van de sluier op. Aan al die vrijwilligers van TSV die zich daar het schompen staan te werken... om de mensen goed te bedienen van dranken, frisdranken, en noem maar allemaal op. Want ja, we hebben daar situaties meegemaakt dat het zo bloed en bloedheet was... Dat hebben we allemaal meegemaakt. Even terug naar het oorspronkelijke begin. Er moest gezorgd worden voor voldoende oude ambachten... Hè, om de jaarmarkt interessant te houden. Dat gebeurt nog steeds. Zo werd het jongerenkoor Le Nouveau Visage... in de opstartfase menigmaal financieel ondersteund... bij aanschaf van onder andere hun instrumenten. Waaruit werd dat gefinancierd, Tim? Ja, dat werd onder andere gefinancierd vanuit de horeca. Maar dat wordt natuurlijk ook gefinancierd vanuit het geld wat verdiend wordt... aan de kraampjes en de verhuur van de stands. Ja, en dat is eigenlijk sowieso buiten het feit dat de gemeente Kerkrade... op een gegeven moment ging verzoeken dat de straatmarkt verplaatst moest worden. Maar daar gaan we het zo meteen over hebben. De doelstelling daarvan is, en je noemde daarnet in de voorbespreking... een aantal voorbeelden daarvan, hè, dat die stichting... goede doelen ondersteunt, hè? Ja, dat klopt. Zoals bijvoorbeeld? Nou ja, denk aan een vierenshot. Denk aan de mijnlamp die in de Staatsmijnstraat geplaatst is. Daar hebben we ook een bijdrage aan geleverd. Denk aan verenigingen in Kerkrade, in Terwinselen. Die ja. Wij ieder jaar zoeken wij daar een vereniging vooruit... die wij steunen met onze straatmarkt. Mm-hmm. Goed, nou, het stichtingsbestuur dat werd uitgebreid tot 8 personen. Ja, ik lees het even van papier. Er werd Jacques Storms, die werd voorzitter van de stichting. Klopt dat? Ja, klopt. Wim Reinders, Jan Bimmelmans werd marktmeester en Huub Lambers. Het organiseren van de jaarmarkt ging steeds beter af en toen kwam het. Hè. De jaarmarkt die ging zo goed en werd zo groot... dat het gemeentebestuur van Kerkrade in het 6e jaar met het dringende verzoek kwam... om zowel de naam en het tijdstip, want het tijdstip was eerst 14 dagen na Pinksteren, om dat tijdstip te veranderen. De grote stadskermis van Kerkrade, die was namelijk ook 14 dagen na de Pinksteren, en kreeg door het grote succes van de Twinseler Jaarmarkt steeds minder bezoekers. En toen werd de naam gewijzigd in Twinseler Straatmarkt en zou vanaf toen... plaatsvinden 14 dagen voor de Pinksteren. Wat een fantastisch compliment is dat naar die organisatie van toen, hè? Ja, van vroeger de organisatie, absoluut. Ja, dikke pluim. Ja. De 10e Terwinseler Straatmarkt verlieten de meeste oude bestuurders de stichting... en lieten de organisatie over aan de resterende 3 bestuurders van de stichting... John Storms. En die gingen met de diverse verenigingen om tafel zitten. En voilà, daar heb je hem, hè? Daar is eigenlijk het TSV. RKTSV, de voetbalvereniging gelegen aan de Segemanstraat, hè? Segemanstraat, ja. Segemanstraat in Kerkrade West. En tegen de rand van Terwinselen aan, hè? Ligt op Terwinselen. Op Terwinselen, ja zeker. En de RKTSV. Mede hierdoor groeide de Terwinselen Straatmarkt nog meer uit tot wat het nu bekend is. En befaamd en bekend ook buiten de regio. Als je pakt de AWB en de VVV, vermeldt de Terwinseler Straatmarkt jaarlijks in de activiteitenkalender. Hè? Ja, klopt. Nou, hoe voortvarend is dat allemaal gegaan? Fantastisch, toch? Ja, dat is super. Als je ziet van waar de mensen vandaan komen, België, Duitsland. Niet alleen uit Kerkrade, maar ook bovenuit Limburg. Het is gewoon bekend, en niet alleen onder de mensen, maar ook onder de standhouders. En jullie deden het goed, want vele grote bedrijven werden aangetrokken... Hè, om de straatmarkt in ieder geval ook te vermelden. De bedrijven werden aangetrokken door de grote bekendheid van de straatmarkt... en de toevloed van bezoekers... om voor zichzelf reclame te maken tijdens dit grote evenement. Iemand uit de regio die daar absoluut vermeld mag worden, dat was Chris Teunissen. Wat heeft Chris Teunissen gemaakt? Chris Teunissen die heeft de doopschaal gemaakt voor de kerk in Terwinselen. En die was, Chris Teunissen was van de kunstmiddelij. Ja, en dat werd door het gemeentebestuur aan de belangrijke bezoekers... Oh nee, dat was dat boek. De doopschaal aan de kerk van Terwinselen
aan de gevel van het appartementencomplex aan de Piusstraat. Hè? Nou, in die tijd, hè, er was zoveel te doen. Noem op de... modeshow van Jette, uiteraard. Hè? Ja, en dat was weer een link naar Ger Malderveld. Hè? Ja, want, klopt, inderdaad. Een van de eerste organisatoren. Ja, ja, en Ger was ook en is nog steeds zeg maar de bedrijfsvoerder van modehuis Jette daar in Terwinselen. Ja. Een minister zelfs, hè, die presenteerde zichzelf tijdens een happening op de straatmarkt vlak voor de Tweede Kamersverkiezingen. Dat was minister Andriessen. Dat wist ik ook niet. Dat kom je allemaal tegen op die leuke website daar. Op die Facebook-pagina. Successen natuurlijk, maar ook een paar dipjes, hè? Ja, zeker. 2002 is natuurlijk wel een dipje geweest, waar we alleen maar regen hebben gehad. Ik kan me nog een Terwinselaar, of ik zelf niet herinneren. Maar er is hier op last van de burgemeester. Volgens mij was dat de 26e Terwinselaarstraatmarkt. Toen was er een zware storm op komst en toen heeft de burgemeester besloten om hem af te lassen. En gelukkig maar, want ik kan me dat nog heel goed herinneren. Toen waren de kramen gelukkig al allemaal ver opgeruimd, want die, ja, die gingen als kaartenhuisjes, vlogen ze de lucht in. Dat was bizar. De Krombacher muzikanten, hè, die waren in die tijd ook, laten we zeggen, kinderhuis en zelfs de Keizerjäger, nooit van gehoord. En de Oostenrijkse orkest, de Mittenberger Boom. Ja, nu zullen natuurlijk vaste bezoekers van die straatmarkt zeggen, en die al ouder zijn dan ik, jong wits, doe dat niet. Nee, dat weet ik inderdaad niet. Want toen stond er een tent, hè, waar de orkesten in optraden. Ja, klopt inderdaad, ja. Maar dat mag helaas niet meer. Nee, de tent voor de feesten is inderdaad jammer dat dat afgelopen is. Hè? Dat dat niet meer mag. Dat was altijd gigantisch. Aantal kramen, Tim. Noem er eens wat over. Ja, aantal kramen. Ja, als je echt kijkt naar vroeger op topdrukte, zat je op 250 kramen. Als ik naar dit jaar kijk, zeker niet ontevreden. Maar volgens mij, de laatste telling zitten we op 150 kramen. Maar daar komt natuurlijk ook nog wat horeca bij. Dus, ja. En de inschrijvingen zijn nog open. Dus veel standhouders wachten ook even, wat gaat het weer doen? Ja, dus ja. Ik verwacht dat daar nog zeker wel wat bij gaat komen. Dit nou, bij deze, hè, als jij nog interessante standwerker bent, standwerker, zo moet ik het zeggen, hè, ja, voor de Terwinselstraatmarkt, 14 mei. Je hebt nog even, wanneer sluit dat ongeveer? Ja, in principe een week voor 14 mei. Mailtjes sturen kan altijd. Dus laten we zeggen, tot en met dit weekend zou nog moeten kunnen. Ja, zeker. Dan hebben we het over tot en met 7 mei. Yes. Hè? Het aantal bezoekers, Tim. Ja, hoe wordt dat gemeten? De politie is er zelfs bij betrokken, hè? Ja, sowieso. Politie, gemeente, die monitoren dat natuurlijk. Om te kijken van, ja, hoeveel bezoekers zijn er nou? En dat wordt op piekmomenten, jaren zijn er geweest, 65.000 bezoekers. Mindere straatmarkt, de 35.000, maar daar zit het eigenlijk altijd wel tussen. En volgens mij hadden we er vorig jaar 45 of 50.000. Ja, en heel uniek voor een evenement dat inderdaad gratis toegankelijk is. Hè? Want waar vind je dat nog? Iets wat gratis toegankelijk is. Normaal heb je overal wel ergens dan prijsgave, hè, of minimaal 2 euro. Niks. Bij jullie helemaal niks. Nee, ja, dat is ook de doelstelling, hè, om het gratis te houden. En dat het voor iedereen toegankelijk is. Ja. Dat was toen trouwens burgemeester Wilgens die om 1:30 de markt beëindigde, stond hier trouwens. Want er was een zware stormopkomst voor de grote mensenmassa. En rond 17 uur nam die storm af. Maar de kramen waren al, zie je, ik had het toch goed, hè. De kramen waren al ontmanteld. En grotendeels waren de handelaren al naar huis. 2002, hele dag verregend, zoals je al zei. En er kwam nog meer regen. En pas om 6 uur werd het droog. Ja, dan heb je er niks meer aan. Want tot hoe lang duurt de markt? Hoe laat begint die? 10 uur of zo, 's morgens, ja, hè? 10 uur 's morgens begint de markt. En dan tot een uur of 5, 6 kun je gewoon, ja, lekker over de markt schrijven. Ja. En dan wordt nog eventjes wat nagekeuveld. En dan is sloes, hè? Ja, 6:30 gaat de bar dicht. Ja, want ik bedoel, in Kerkrade is het gewoon zo, mensen, hè, als de mensen dan gezellig nog maar staan te keuvelen, dan weten ze niet van naar huis gaan. Zo is dat gewoon, hè. De Terwinselstraatmarkt
is en blijft exclusief. En dat komt omdat het de eerste is in het seizoen. Ik meldde het al, hè. Ja, er zijn natuurlijk ook een hele hoop mensen bij betrokken. Gemeente Kerkrade uiteraard ook, hè. Ja. Die zorgen voor... Ja, gemeente Kerkrade zorgt voor de wegafzettingen. Die zorgen voor, ja, voor de vuilbak. Ja, een stukje organisatie om de markt heen natuurlijk. Schoonmaak daarna. Ja, zeker. En dan natuurlijk de sponsoren, niet te vergeten. Sponsoren, absoluut. Heel sponsoren, belangrijk. Want als je die niet hebt, ja, dan heb je al een gat in de begroting, zeg ik dat. Zeg ik mooi, hè? Ja, het is ook gewoon niet, het is ook niet te organiseren zonder sponsoren. Ja. Dus, niet te doen. Dus als jij denkt van, heb ik dat gemist? Meld je maar aan voor volgend jaar. Tim is niet van de sponsorcommissie, maar die leidt je wel door naar de sponsorcommissie. Heel graag. En dan natuurlijk bestuurders en al die vrijwilligers. Hoeveel vrijwilligers van RKTSV zijn daar eigenlijk bij betrokken, Tim? Nou, ik denk als je alles bij elkaar pakt, dat je het echt wel over een man of 30, 40 hebt. Die zich op de een of andere manier wel mee bemoeien of helpen, of hoe je het ook wil noemen. Ja, want het gaat van... ophalen van leeggoed, hè, tot aanvullen van drank, het tappen, ja, noem maar allemaal op. Ja, noem eens wat randverschijnselen die daar allemaal bij komen kijken, wat die buitenstaander niet ziet. Ja, goed, er zit natuurlijk een stukje organisatie achter. En daarnaast ook een stukje voorbereiding. En op de markt zelf natuurlijk. Je hebt ze gewoon keihard nodig, wat je zelf al aangeeft. Zonder glazen spoeler, zonder ophaler, dan loopt het uiteindelijk stuk. En het zijn allemaal hele kleine pionnen, maar ze zijn allemaal keihard nodig. Ja, alvast een pluim voor de inzet. Hè? En jullie hebben nog, voor al die jaren dat jullie dat al gedaan hebben, en ook die bestuurders en iedereen die erbij betrokken is, en sponsoren, dank jullie wel alvast daarvoor. Voor de komende editie, de 47e alweer, zijn jullie eigenlijk al bezig aan de 50e, de jubileumeditie? Want daar moet toch iets speciaals mee kunnen gebeuren, zeg maar, over een jaar of drie, hè? Ja, zeker. Daar wordt zeker over nagedacht. Ah, kijk, meer wil ik niet weten, meer wil ik niet weten. Nee, maar dan moet je eigenlijk een speciale feestcommissie samenstellen, hè? Waar je mee... Meer wil je niet weten, hoor ik net. Ja, nou, inderdaad, waar je mee aan de slag kan. En ook de mensen van de oude garde... die er wellicht dan nog zijn, of in ieder geval... laat ze wat memoires opschrijven. Bijvoorbeeld Ger Mandelveld. Ik denk dat hij een boek erover kan schrijven. Ger, beginnen, zou ik zeggen. Tim, in de tussentijd heeft Tim Winters, kijkers en luisteraars... een one-liner bedacht. Ik weet het ook niet, maar laten we ons verrassen. Tim, waarom moeten de mensen naar de Terwinseler Straatmarkt komen op 14 mei, zondag, boedeldag, 14 mei aanstaande? Ah, ik kan me geen reden bedenken om niet te komen. het is gewoon een hele gezellige dag. Nodig je moeder uit, zeg dat je wat leuks met haar gaat doen en dat je een leuke cadeau voor haar hebt met moederdag. En dan kun je zelf een lekker biertje pakken en kan moeders lekker over de straatmarkt struinen. En er is genoeg te eten, want er zijn ook genoeg locatietjes waar je wat lekker kunt snacken. Vietnamese lumpiaatjes of een frietje of rijfkoekje, weet ik het. Het is allemaal aanwezig. Dus ja, papa of kinderen en kleinkinderen, sleep moeder mee. En ja, je hebt toch een gigantisch mooie moederdag. Hopende dat het dan natuurlijk wel mooi weer is, hè. Dan moeten we even op hopen. Gaan we vanuit. We vliegen er positief in. De vrijwilligers van RKTSV ook. Bestuurders ook. De hele organisatie. Een grote dankjewel alvast voor en applaus voor de mensen die daar al maanden mee bezig zijn. En ja, rest mij te zeggen, Tim, wat ik altijd tegen elke gast zeg. Bedankt voor de komst naar de studio. En adieu. Adieu. En allemaal tot 14 mei aanstaande. De 47e editie van de Terwinseler Straatmarkt in Terwinselen. Tot dan!